Ik vind het initiatief van Buma Music Academy een mooi initiatief. Ik heb het zelf ontdekt door de Facebook groep. En toen ik een kijkje ging nemen, zag ik dat het echt heel actueel is. En dat is eigenlijk juist waar ik tijdens mijn muzieklessen echt naar zoek. Omdat ik merk dat die actualiteit eigenlijk de leerlingen doet triggeren om juist zich in te zetten voor een vak. In dit geval muziek. Nou, ik ben heel erg blij dat er voor de popmuziek en dan vooral de Nederlandse popmuziek dat er materiaal wordt aangeleverd. Omdat leerlingen daar toch wel heel erg mee bezig zijn. En eigenlijk de huidige methodes daar niet zo heel veel materiaal nog van aanbieden. En het mooie van de Buma Academy vind ik dan wel dat er ook backstage wordt gekeken. Dus dat je het hele proces zichtbaar krijgt van een festival. Te gekeken wordt hoe werkt een band, maar ook hoe zit management in elkaar. Hoe werken al dat soort zaken. Terwijl meestal in de muzieklessen dat je toch op de oppervlakte blijft of dat je alleen maar met het musiceren bezig bent. Ik vind Buma Music Academy goed, omdat het natuurlijk altijd fijn is als er meer input in muziekonderwijs komt. Veel inspiratie haal je natuurlijk uit wat er uit de leerlingen komt, maar het is fijn als je dat ook op internet kan vinden of de kant-en-klare lessen zoals Buma Music Academy ze aanbiedt. Het initiatief van Buma vind ik echt hartstikke leuk. Ik doe al 4 of 5 jaar mee vanaf het begin. En ik merk gewoon dat de opdrachten maken en opsturen, feedback krijgen, dat heel erg stimulerend is naar de leerlingen toe. En dat het werken naar een schoolact, naar een finale, dat gewoon een extra boost geeft. Het doet mij goed om de leerlingen zo enthousiast te zien. En daar doen we het toch allemaal voor.